Het blijft balen voor Wendy van Dijk dat haar show Ministars zo ontzettend slecht scoort op de vrijdagavond van SBS6. De vierde aflevering kwam gisteren avond niet verder dan 386.000 kijkers en 8% marktaandeel. En dat terwijl vandaag een site direct erna prima scoorde met een publiek van 744.000 kijkers, 18%. Wat kijkcijferkenner Tina Nijkamp nog het allergekst vindt? TV-kijkers van 6 tot 12 jaar oud komen pas aan boord als Wendy en haar zingende kinderen uit beeld zijn. Meest opmerkelijk aan de kijkcijfers vind ik toch wel dat de 350-plus mannen van VI hoger te scoren dan een talentenjacht voor kinderen, Ministars. Ministars scoort onder 6 tot 12-jarigen een marktaandeel van 22%, terwijl VI tot 28% komt. Ik heb het nog even verder onderzocht en VI scoort ook veel hoger dan bijvoorbeeld de talentenjacht op zoek naar, dat bij kinderen slechts 7% scoort. VI is in deze doelgroep ook de winnaar van het tijdslot. Bizar maar waar. Chantal Jansen blijft ook een beetje doormodderen. De presentatrice, die al jaren wacht op een echte kijkcijferhit, kwam gisteren uit op 740.000 kijkers, 15%, met Chantal's Pyjama Party. Aangezien het programma weinig oudere kijkers trekt, vallen de totale scores een beetje tegen. Of, zoals Tina het noemt, zeer teleurstellend. Ze vertelt, het programma blijft rond de 750.000 kijkers hangen en wordt ook uitgesteld door nog geen 100.000 kijkers bekeken. In de doelgroep 20 tot 54 jaar scoort het wel goed, 23%. Of er nog een seizoen komt? Ik denk twijfelgeval. Ook omdat het inhoudelijk iets te veel alleen maar op chaos en lachen zit. Beetje te ouderwets wellicht. Thank you.
We'll be right back.